Voilà, beste kijkers, we zijn hier aangekomen bij Cap de Pola. En je kunt zeggen, dat klinkt als een plaats in the middle of nowhere. Wel, in alle eerlijkheid, dat is ook zo. Maar er is wel van alles interessant te zien. Hè? En een van die interessante dingen die je hier kan zien, hier zijn bepaalde kleine, laten we zeggen, grotten in het rotsgesteente. En het voordeel van die grotten is dat je daar eigenlijk voor een stukje kan invaren. Nu let op, dat is dezelfde, dat is met de neus erin en achteruit eruit. Dus dat zijn geen gigantische grotten waar je met je boot in kunt varen. Dus je kunt aan boord stappen van een van die boten hier, die dat eigenlijk een glazen bodem hebben en dat je eigenlijk kan zien wat er zich op de bodem afspeelt. En zij varen met jou die grotten in. En ik heb een geheim voor jullie, dat niet veel mensen weten dat het er is. Ik ga er een keer naartoe varen, zeg. Voilà. Voor mij zien jullie daar een paar boten liggen. We zien zelfs de Subvision een van de grotten invaren. Dat is een van die glazen boten hier. Maar er is een groot geheim. En dat is hierachter is een kreekske, een klein baaike met, jawel, een café. En iedereen wil daar altijd ankeren, want dat is maar een hele smalle doorgang en iedereen wil er altijd zijn. Maar dat is de reden dat jullie voor mij zoveel boten hier zullen. Dus komen jullie met je eigen boot, dan ligt er niet veel volk de moeite zijn. Hè? Je gaat er gewoon aan land. Dat is een heel klein strandje. En goh, daar kun je gaas geven. Dat is ongelooflijk. Dus dat is een van de geheimen hier van de Spaanse Costa Brava. Een van de grootste nadelen dat ik persoonlijk heb gemerkt hier aan de Costa Brava, dat is eigenlijk vooral het vaargedrag op het water. En je merkt dat er een enorme grote toeristische economie draait. Maar veiligheid in mijn ogen primeert. En dat is iets wat je hier veel minder gaat tegenkomen dan bijvoorbeeld in Frankrijk. Wat heeft men in Frankrijk gedaan om eigenlijk mensen ook te beschermen? Daar heeft men aan de hand van gele boeien een 300 meter zone vanaf de oever afgebakend, waarin dat de maximale snelheid 5 knopen bedraagt. En dat is iets dat je hier in Spanje niet tegenkomt. Hier is het de normaliteit dat jetski's net naast de oever liggen te voorbij te razen, terwijl dat er eigenlijk mensen aan het zwemmen zijn in het water of op een opblaasbootje zitten. Wat ik persoonlijk niet erg veilig vind. Ook de jetski-excursies georganiseerd door sommige bedrijven, die zijn eigenlijk ook niet altijd zeer goed begeleid. Of dat is toch hoe dat ik het bezie van mijn stad. Nu, volgende keer gaan we onze tocht verder zetten naar Tossa de Mar en dan zie ik jullie weer in een nieuwe video. Het is tijd om afscheid te nemen. Ik zie jullie op het water en op zee. Vaar veilig.